Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom vanaf een bijzondere locatie. We zijn vandaag te gast in Amsterdam bij het gerechtshof. Prachtig gelegen aan het IJ. Zien we helemaal niks van in deze zaal waar wij zitten. We zitten in een van de zittingszalen. En als ik het heb over wij, dan heb ik het over mijn medepresentator, Katelijne van Barneveld. Welkom. En de gast die gaat spreken namens ons, Emma Lievensen. Je bent advocaat bij DVDW. Dit interview staat in het teken van erfrecht. Dat is een interviewreeks die wij allemaal rond het erfrecht opnemen. Allemaal vanuit deze locatie. Katelijne, als ik heel kort even met jou mag beginnen als medepresentator. Wat zeg jij meestal in jouw 10 seconden introductie CV? Over mezelf? Ja. Of over het erfrecht? Nee, het erfrecht komt zo. Over mezelf. Ik ben advocaat, ik ben raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag. En ik werk al meer dan 20 jaar eigenlijk in het erfrecht. Ik doe eigenlijk niks anders dan erfrecht. Erfrecht. Ja. Kennen jullie elkaar trouwens? Ja. Goed. Ja. Emma, we hebben afgesproken, niet helemaal, maar bij deze dus dat we tutoyeren. Sorry voor dat. Waar staat het ook alweer voor? DVDW, van tevoren maakte er al een grap over. Ja, Duinsteen van der Wilk, maar dat is echt van heel lang geleden. Dat zijn de echte oorspronkelijke. Ja, dus, ja precies. Echt 20 jaar terug of zo. Bijna. Wat is jouw, is het een full service kantoor of is het? Nagenoeg wel, ja. Met name wel privaatrecht, maar heel veel ondernemingsrecht, insolventierecht, arbeidsrecht. En erfrecht en familierecht. En al lang. En ik vergeet nog vastgoed, als ik vergeet nog wat. Ja. Ook niet onbelangrijk. Nee. Werk je al lang daar? Of? Ja, vanaf het begin, dus bijna 11 jaar al. In het Rotterdamse? Ja, en Den Haag ook. Okay. Maar jij zit vooral in Rotterdam? Of vooral is dat, Rotterdam, ja, ik wissel ook nog een beetje, maar voornamelijk Rotterdam. Goed, het idee is dat we een gerechtelijke uitspraak of arrest gaan bespreken. Een paar, een paar zelfs ja. In dit geval. Laat ik even, want dat is meestal de manier waarop we beginnen, Emma. Waar gaat het verhaal over? Dus even nog los van alle juridische ins en outs. Waar begint dit verhaal? Jouw verhaal. Waar begint mijn verhaal? Ja. Nou, het verhaal van de, sorry, het juridische van verhaal. De zaak. Ja. Ja, wel van de zaken. Ja, nou, het erfrecht, het nieuwe erfrecht, bestaat 20 jaar. Dus de afgelopen 20 jaar zijn heel veel ontwikkelingen geweest in de rechtspraak. Van hoe het zich nou eigenlijk, ja, hoe gaat dit in de praktijk? En mij valt op, want ik vind de executelen en de vereffening extra interessant van het erfrecht. Valt dus op dat er steeds meer aandacht komt voor de rol van de executeur. En ook van wie nou eigenlijk de nalatenschap mag vertegenwoordigen. Ja. Dus wie is de vertegenwoordiger van de nalatenschap? Ja, en in welke fase van de afwikkeling van de nalatenschap? Want je hebt er een titel boven gezet. Ruimschoots toereikend of toch niet meer? Ja. En dat meer dan tussen haakjes. Ja, precies. Ja, je moet echt in het erfrecht zitten om te weten waar dit over gaat. Ja, is een interessant onderwerp. Ja. Ja, dit vond ik zelf dus ook. Want om het heel even juridisch te maken, is dat je, als je dus erflater overlijdt, er zijn erfgenamen en dan kan je de nalatenschap aanvaarden of verwerpen. En je kan op twee manieren de nalatenschap aanvaarden. Zuiver. Dus dat betekent van compleet alles komt naar mij. Maar dat betekent dus ook dat ik in mijn privévermogen mogelijk ook kan worden aangesproken door schuldeisers van de nalatenschap. En je kan onder voorbehoud van boedelbeschrijving, dat noemen ze ook wel beneficiair. En die wijze van aanvaarding, dat zorgt ervoor dat er een bepaald afgescheiden vermogen ontstaat. Zodat eerst alle schulden worden voldaan van de nalatenschap. Voordat het tot afwikkeling komt en wordt verdeeld onder de erfgenamen. Dan kan in het testament van een erflater, als er een testament is, dan kan daarin een executeur worden benoemd. En deze executeur, die moet eigenlijk, wanneer de erfgenaam of eentje eigenlijk al zegt van ik wil beneficiair aanvaarden, dan moet hij het veld ruimen. Tenzij die executeur kan aantonen dat een nalatenschap ruimschoots toereikend is. Ja, dus dat staat in de wet. Ja. Precies. En dat dus dat alle de schulden van een nalatenschap, dat er voldoende middelen zijn om die allemaal ruimschoots te voldoen. Wat is ruimschoots? Ja, wat is ruimschoots? Nou, dat is een beetje de vraag. In een parlementaire geschiedenis zie je dat betekent dat er genoeg middelen moeten zijn, dus meer dan voldoende, om die schulden te voldoen. Maar er is niet echt een percentage of een verhouding. Je ziet ook nergens in de rechtspraak dat daar een heel concreet kader voor wordt gegeven. Maar ruimschoots betekent ook dat je hebt bekende schulden, maar aan het begin als je dus kijk naar een nalatenschap van iemand die is overleden. Ja, er zijn bekende schulden, maar soms komt er ook iets in één keer tevoorschijn. Dus ook die onbekende schulden, daar moet je ook een beetje oog voor houden. Dus je moet daar wel rekening mee houden voordat je kan zeggen van het is ruimschoots toereikend. En de executeur moet dat zeggen?
Want de executeur. Die verklaring afleggen. Precies, ja. Dus moet dus verklaren of eigenlijk aantonen. En dat kan dan, vaak is dat middels een verklaring. En die verklaring wordt vaak opgenomen in de verklaring van erfrecht. Die moet zeggen van nee, het is ruim voldoende, dus ik kan mijn gang gaan. Want anders kom je in de vereffening, de wettelijke vereffening. En dan zijn alle erfgenamen, de vereffenaar gezamenlijk. En die moeten ook gezamenlijk handelen. En als ja, en anders is de executeur alleen. Ja, en hoe lang mag de executeur nadenken over die vraag of hij kan verklaren of het ruim groot voldoende ja, is? Ja, nou daar is dus ook een leuke discussie over, vind ik zelf. In die zin, kijk, aan het begin dan weet je natuurlijk helemaal niet wat er is in de regel. Dus je moet wel eerst een voorlopige boedelbeschrijving opstellen. En dan krijg je een beetje een beeld van de nalatenschap en van de schulden en de positieve dingen. Maar de vraag is, ja, als er beneficiair wordt aanvaard, dan is het eigenlijk op basis van de wet, is dat met terugwerkende kracht. En op dat moment begint eigenlijk dus de vereffening. En je weet nog niks. Weet nog niks. Dus nee. Eigenlijk ben je als executeur al een beetje weer van het toneel. Maar je moet eerst kijken van wat is er. En dan moet je kunnen aantonen van ja, ik mag toch blijven. Want het is ruimschoots toereikend. En daar zit je een beetje in een vacuüm van ja. Wie nou vertegenwoordigingsbevoegd, daar komen we weer op, is. En wie niet. En in de literatuur zie je daar ja, verschillende standpunten over. Ja. En dat is het erfrecht. Je weet gewoon heel veel dingen nog niet. Ja, ik zit nog even over dat of toch niet meer. Want dat was de tweede gedeelte van de headline. Ja, nou of toch niet. En dan heb je dus ook nog of niet meer. Ja. Er zijn nu meerdere uitspraken recent van vorig jaar en dit jaar. Waarin de executeur dus een ruimschoots toereikend verklaring afgeeft. Maar die is dan onjuist. Die klopt dus helemaal niet. En dan wordt dus gezegd van ja... Executeur, je hebt allemaal handelingen daarna verricht. Je hebt een huis verkocht of aandelen geleverd. Maar je was helemaal niet beschikkingsbevoegd. Ja, en ja. Ja, dan is op basis van boek 3, je hebt voor een geldige overdracht, onder andere moet je beschikkingsbevoegd zijn. Ja, als je dat niet bent, dan is die overdracht niet geldig en heeft dus ook nooit plaatsgevonden. Dan heb je ook nog de discussie dat als je eerst zegt van ja, je kan aantonen, het is ruimschoots toereikend. In één keer komt een onverwachte schuld boven water. Ja, wat moet je dan doen? En ja, mijn mening is dat op dat moment eigenlijk de executele ook eindigt. Omdat je kan het niet meer aantonen dat het ruimschoots toereikend is. Dus wat mij betreft is het geen momentopname aan het begin, maar blijft dat de hele tijd doorlopen. Want dat is jouw rechtvaardiging om als executeur ja, in het zadel te mogen zitten en blijven. Je hebt een aantal arrestenuitspraken meegenomen. Ja, ja. Amsterdam, Rotterdam, de rechtbank Rotterdam, gerechtshof Amsterdam. Ja. Arnhem-Leeuwarden ook zie ik staan. Ja. Wat is de grootste gemene deler van deze zaken? Dat die ruimschoots toereikend verklaring dus eigenlijk onjuist was. Maar dat is in andere zaken, werd dat zo beoordeeld? Eigenlijk wel. Er zijn ook een paar eentjes van het Hof Amsterdam, dus van hier. En daar hier zit ook de notariskamer. Ja. Ja. Eigenlijk is het hoger beroep voor notariszaken, tuchtzaken. En in die zaak, en ja, dat heb ik toevallig zelf gedaan, is het zo dat dat werd gezegd, ja, notaris, u heeft een verklaring van erfrecht afgegeven. En daarin gesteld of opgenomen van, de executeur heeft aangetoond dat ruimschoots toereikend was. Maar eigenlijk heeft u dat onvoldoende onderzocht. Ofwel, ja, dat had u niet zomaar de mogen doen. De notaris heeft het onvoldoende precies, onderzocht. Precies, u ja. Had dat sumier, in ieder geval sumier moeten onderzoeken. En dat heeft die notaris niet gedaan. Dus die heeft ook een tik op de vingers gekregen. Maar het was ook niet de notaris die ruimschootsverklaring moest afleggen, maar de executeur. Precies, de executeur. Dus, ja. Maar de notaris heeft dat opgenomen in die verklaring van erfrecht. Die verklaring van erfrecht, het is een soort van legitimatiebewijs. Ook naar banken toe of ook als je een huis gaat dus verkoopt. Ja, van, ja, ik mag hier, zien, ik mag kijk, handelen. Ja. Ja. En als die dus eigenlijk helemaal niet klopt, omdat die notaris zijn werk niet goed heeft gedaan, dan zitten daarna bijvoorbeeld de erfgenamen of schuldeisers van de nalatenschap met de gebakken peren. Want hoe leg je zo'n ruimschootsverklaring af? Hè? Want deze executeur zegt kennelijk, kijk maar, het staat in de akte van de notaris, maar dat was niet voldoende, had hij moeten onderzoeken. Ja. Wat is wel voldoende? Letterlijk natuurlijk zeggen in een briefje, ik verklaar dat de nalatenschap ruimschoot voldoende is. Ja, nou, ik denk gewoon met een uitgebreide boedelbeschrijving, met ook bepaalde posten die nog onzeker zijn, daar moet je rekening mee houden met PM-posten. In deze zaak toevallig speelden daar zoveel andere dingen op de achtergrond van aansprakelijkstellingen. En daar wist de notaris ook deels van in procedures. Dus de notaris in deze specifieke zaak kon ook wel weten dat er misschien nog heel veel
nieuwe schuldeisers of eigenlijk al bestaande, maar nog onbekende schuldeisers ten tonele zouden verschijnen. Hij had nooit die verklaring kunnen afleggen. Nee. Ja, precies. De executeur had dat nooit eigenlijk kunnen doen. Ja. Is die rol van de notaris voor een notaris soms te veel te belastend? Gewoon omdat het ook veel onderzoek vraagt? Of, dat vind ik lastig om in te schatten. Ja, de notaris is wel een soort poortwachter. Die heeft een hele, dat is ook een ambt. Dus het heeft een hele belangrijke taak in ons rechtsverkeer. En ik vind dus ook dat die notaris daar zorgvuldig, die moet heel zorgvuldig handelen. Hij is terecht op zijn vingers getikt, toch? Precies, dat vind ik ook wel echt. Ja. En dat zie je dus ook. Het leuke is dat na die uitspraak van het Hof Amsterdam, zie je dus nu ook terug bij de Kamer in Arnhem-Leeuwarden, ook notariskamer, dat daar ook weer wordt gezegd van ja, dat summeer onderzoek moet op zijn minst plaatsvinden. Ja, dat is ook wel logisch, toch? Dus ik vind dat wel... ik vind dat ook logisch. Ja. Alleen je kan discussiëren over wat is summeer en wat is... Ja, precies. Maar ja, als hij als derde een huis koopt en dan uit een nalatenschap. En natuurlijk word je dan nog wel deels beschermd. Maar het is toch best wel wrang als die persoon van wie je dat huis hebt gekocht beschikkingsonbevoegd blijkt te zijn. Maar ook als erfgenaam zijnde, als jouw executeur bepaalde handelingen verricht, maar het was helemaal niet bevoegd. Dan zit je ook, en een schuldeiser helemaal, want dat is eigenlijk de belangrijkste persoon in dit verhaal. Die heeft geen verhaal meer. Alle verhaalsmogelijkheden zijn dus verdwenen. Ja. Wat betekent dit nu voor de praktijk? Als je deze dus in je achterzak meeneemt bij volgende zaken? En nou, als advocaat zijnde zou ik dus, als er een executeur is en er is beneficiair aanvaard, heel goed opletten van met die ruimschoots toereikende verklaring, hoe is dat allemaal gegaan? En als notaris zijnde, wees heel alert. Duidelijk. Onderzoek, summier, maar zorg en leg ook vast dat je dat hebt gedaan. En dan moet het eigenlijk allemaal wel goed gaan. Maar vaak gebeurt er niks, omdat mensen ook niet weten als leek dat je zo'n ruimteverklaring moet afleggen. Ja. En dan gaat er een hele tijd overheen en dan kom je er later pas achter als advocaat dat dat had moeten gebeuren. En dan is dat niet gebeurd en dan denk je, nou kan dat er misschien nog? Of dat is altijd, wat je net zegt, het is een grijs gebied. Hè? Dus kom je in een soort maar hoe voorkom je dat? Dat die verwarring dus ontstaat omdat leken... En vaak heb je toch wel, dat is toch weer de notaris, want mensen komen als bij ons... Als er problemen zijn, meestal. Maar bij de notaris komen ze vaak omdat ze die verklaring van erfrecht nodig hebben om ook naar de bank te gaan om toegang te krijgen tot de rekeningen. Dus daar is toch wel de taak van de notaris. Staat eigenlijk op nummer 1. Te informeren. Ja, informeren. Maar die moet je ook op bedacht zijn, vind ik hoor. Ik vind het wel een beetje een open deur. Als de beneficiair aanvaard is en je ziet er is een executeur en die is nog zijn werk aan het doen, dan moet je toch even iets daarvan vinden als notaris. Ja, precies. Ja. Maar je mag er gewoon niet te makkelijk over denken. Nee. Is het iets wat nog in wet en regelgeving gegoten moet worden met deze uitspraken in de hand? Ik denk het niet. Of is dit nu duidelijk genoeg dan de jurisprudentie? Het is nu een beetje, het raakt meer uitgekristalliseerd in de rechtspraak. Dus dan weet je ook veel meer hoe je hiermee in de praktijk moet omgaan. Het is nog dat nieuwe erfrecht, nieuw 20 jaar. Maar het is nog heel theoretisch vaak. En dan vind je ergens weer een artikeltje van een leuke professor en dan weer wat anders. En dan zijn er verschillende meningen en dan denk je, maar hoe zit het nou? En dus daar is de rechtspraak voor. Heb je nog een leestip voor mensen die nu kijken en denken, ik wil misschien collega-advocaat van dat, dan raak je wel in één klap. Of is het gewoon lees op rechtspraak.nl de uitspraak? Ja, precies. Ik kijk ook even naar jou, Katelijn. Hebben wij nog vragen? Ik heb even nu geen vraag meer, nee. Heb jij nog iets wat jij zegt, dat moet ik niet vergeten nu te melden? Volgens mij niet. Dan heeft u nu de kans. Ja, nee, ik dacht nog even aan het onderscheid tussen een leek-executeur of een professionele executeur. En ik denk dat een professionele executeur zeker sneller moet weten of die zo'n verklaring moet afleggen, hoe die dat moet doen en dat dat allemaal iets makkelijker is wellicht dan bij een... Ook met de toets voor de aansprakelijkheid. Want als executeur kan je, ook als leek zijnde, dat weten heel veel mensen niet. Maar kan je gewoon schadeplichtig zijn. Maar daar zit wel natuurlijk de norm van, ben je een professionele executeur of niet? En wat kon je dus eigenlijk al weten? Ik schrik er wel een beetje van. Want zeker bij leken, die komen dat dus één keer in hun leven tegen. Ja. En die doen ook maar wat dan. Ja, heel vaak maar wat, dat klopt. Ja, je staat gewoon in het testament van je vader of je moeder of iemand anders. En dan denk je, ik was het kind wat altijd een beetje de financiën goed... Ja, ik ga een beetje regelen dus ik ga dit en doen. Klaar. Je doet wat je denkt dat je moet doen. Ja, en dan komt in één keer, heb je iets fout gedaan. En dan heb je een gebroeieerde broer of zus en die klopt in één keer op je deur. Ja, dat is heel erg vervelend. Ja. En dan komen ze bij ons. Dan moeten ze naar ons toe. Ja. Ja.
En dan gaan jullie middelen eerst, toch? Of niet? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en daarna pas... En dan pas komen we hier. En dan pas komen we hier. Zo is het, ja. Goed, Emma, dankjewel. Dankjewel voor je komst ook hier naar het Amsterdamse. Katelijn, dankjewel natuurlijk als mede-presentator. We hadden een discussie of het nou presentator is of presentatrice, maar het mag allebei. Dat vind ik allemaal goed. Dus jij mag kiezen bij deze. Dan houden we het op presentator. Ja. Of, goed. U thuis namens de academie natuurlijk bedankt voor het kijken. De Academie voor de Rechtspraktijk heeft ook een website, avdr.nl. Daar kunt u onder het noemertje LegalFlix veel meer van dit soort interviews en webinars vinden. Dus ga ook daar eens rondkijken. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken naar dit gesprek.